In ons land wordt op dit moment door overheden, onderwijs en ondernemingen met man en macht gewerkt aan het stimuleren en ontwikkelen van technisch talent. Talent dat optimaal aansluit bij de behoeften van werkgevers en samenleving en leidt tot economische versterking, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van de regio Oost-Nederland. Tech Your Future is het expertisecentrum voor het techniekonderwijs en richt zich daarbij op de hele onderwijskolom. Van primair onderwijs en voortgezet onderwijs en mbo tot hbo en wo. Dat doen we aan de hand van 3 kerndoelstellingen. Kiezen voor techniek, de promotie van beta en technologie bij leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders. Leren in techniek, de professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen. En werken in techniek, het voorbereiden van leerlingen op de arbeidsmarkt en in dat opzicht ook het afstemmen van verwachtingen. Veel studenten kiezen na een technische studie toch voor een baan in een andere sector. Hoe komt dat? Om daar achter te komen en om studenten te helpen bij het inzicht krijgen in die carrièrekeuze, ontwierp de Universiteit Twente in het kader van het project Mind the Gap het carrièrekompas. Wij proberen in dit project inzicht te krijgen in die keuzes. Waarom maken ze die keuzes? Wat voor type technici kiezen nou eigenlijk voor om een baan in de technische sector uit te gaan voeren? En welk type technici maakt andere keuzes? Op die manier hopen we dat ze bewuster kunnen gaan kijken naar alle informatie die op hen afkomt. Nou, dat is nu heel erg gericht op de student, maar deze tool zijn we ook aan het inzetten in het bedrijfsleven. We spreken momenteel met de grote technische organisaties in de regio Twente. Bedrijven die aangesloten zijn bij het techniekpact, zoals Siemens, Stork, AXO, Panalytical, VDL, Demcon, etc. En we zijn nu bij bedrijven langsgegaan om gewoon eens te vragen, wat voor mensen passen bij jullie? Wat voor mensen zijn jullie naar op zoek? Wat zijn type technici waar de markt over 10 jaar om vraagt? Om zo veel beter te kunnen kijken waar gaat nou dat tekort ontstaan en waar is nu precies behoefte aan. Een ander project in het kader van Kiezen voor Techniek is het ontwerpen van een methodiek voor het voeren van talentgerichte loopbaangesprekken met een passie voor techniek. Want veel loopbaangesprekken die nu op school worden gevoerd, richten zich nog voornamelijk op studievoortgang en resultaten. En maar weinig op de toekomstige loopbaan van de leerling, eventueel in de techniek. De kern van het project ligt erin dat we reflectie willen organiseren op betekenisvolle ervaringen. Dus goed reflectie met leerlingen stimuleren op bijvoorbeeld techniek, ervaring in de techniek, zorgt er hopelijk voor dat we leerlingen ook daarvoor kunnen enthousiasmeren. Het uiteindelijke doel van dit project is om te komen tot concrete producten, zoals bijvoorbeeld een spel en een handboek, die leerlingen, docenten en mentoren moeten helpen in hun professionalisering op het terrein van loopbaangesprekken. GoLab is een internationaal project dat bestaat uit virtuele laboratoria. Ton de Jong van de Universiteit Twente is nauw betrokken bij GoLab en gaat de komende tijd samen met Tech Your Future werken aan 3 innovatieve lespakketten voor het mbo techniekonderwijs. In dit onderzoek gaan we kijken hoe mbo-leerlingen techniek, wanneer ze werken met virtuele laboratoria, hoe er bij die leerlingen de verwerving van 21st century skills, zoals samenwerken of kritisch denken, kunnen bevorderen. Het eindproduct is een serie labs met daarbij allerlei tools voor de leerlingen waarbij ze bijvoorbeeld hypotheses kunnen opstellen, experimenten kunnen ontwerpen, maar ook met elkaar kunnen samenwerken en daarover kritisch kunnen nadenken. Twee magneten trekken elkaar aan, dus jij zegt aantrekkingskracht. De kenniseconomie van de toekomst vraagt om voldoende kenniswerkers. Maar onderwijs in wetenschap en techniek komt maar moeizaam van de grond. Op de basisschool is er vaak geen tijd voor, omdat basisvaardigheden als taal en rekenen voorgaan. Een oplossing hiervoor is het integreren van wetenschap en techniek en taalonderwijs. Vanuit het perspectief van wetenschap en techniek is het heel logisch om met taal bezig te zijn, omdat wetenschap en techniek heel veel te maken heeft met redeneren. Redeneren is heel erg talig. Denk aan nadenken over je voorspellingen, aan argumenteren, concluderen, zijn allemaal heel erg talige functies.
We hebben bij Saxion, bij de Academie Pedagogiek en Onderwijs, een professionaliseringstraject uitgevoerd waarbij leerkrachten in 5 bijeenkomsten hebben geleerd hoe zij lessen wetenschap en techniek kunnen verbinden met taal- en rekendidactiek. Je kunt hem wegduwen. Oké. Hoe kunnen technologiebedrijven aantrekkelijk worden voor jonge technici? En hoe aantrekkelijk vinden deze jongeren in hun eerste werkzame jaren de omstandigheden waaronder ze werken? Jonge technici die zijn op zoek naar opleiding en ontwikkeling. En vaak zijn er heel veel mogelijkheden binnen een bedrijf, maar zijn die niet in kaart gebracht voor de jonge technici. Wat wij doen is een aantal succesvolle jonge technici bij elkaar zetten, gevraagd hoe ze zijn doorgegroeid in de organisatie en dat voor de organisatie beschrijven. En het mooie is dat we dat niet alleen doen voor een individueel bedrijf, maar dat we al die kennis samenvoegen en dus een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de techniekbranche hier in Oost-Nederland. De technieksector klaagt over een tekort aan technisch personeel, terwijl scholieren met een technische opleiding met moeite een stageplaats of startpositie vinden. Hoe kan dat? Het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid van Hogeschool Windesheim en het lectoraat Strategisch HRM van Saxion Hogeschool gaan in samenwerking met het MKB in Oost-Nederland op zoek naar antwoorden. Wat zoeken bedrijven nou eigenlijk precies in toekomstige technici? Wat voor kennis, wat voor vaardigheden, wat voor houding vragen ze van jongeren? En tegelijkertijd, wat willen jongeren nou eigenlijk van technische werkgevers? Nou, daar is al veel kennis over, maar het gaat vooral eigenlijk om het punt van, hoe krijgen we dan die kennis over die jongeren bij techniekbedrijven? Alle projecten van Tech Your Future dienen één doel. Leerkrachten, directies en bestuurders ondersteunen bij de nationale ambitie om meer leerlingen te laten kiezen en beter op te leiden voor een technische functie.